Dit is een zakcomputertje, alleen maar voor de geboorteregeling, de temperatuurmethode. Dat is best gevoelig en dat is ingewikkeld. Nou, voor iedere vrouw kun je dat programmeren. Dat zit dan keurig hierin. Je meet hiermee de temperatuur en die computer die geeft dan meteen aan of het een vruchtbare dag is of niet. Dus een heel stukje moderne geboortebeperking nu via de microelektronica. Dat als opening voor onze volgende aflevering van Wonderen Wereld. Vanaf de Virato het laatste nieuws op het gebied van videobanden. Eerst onbespeelde videobanden, banden met een gouden randje worden er hier uitgebracht. Ik denk als ze nog verder gaan verbeteren dan de Super X-greet, dat dan de hele band in het goud is gedompeld. Maar ook de bespeelde banden worden steeds leuker. Op de Virato werd uitgebracht door EVC de speelfilm Papillon. De vlinders fladderen over de Virato, erg leuk om te zien. En een heel leuk initiatief is afkomstig van Elsevier. Die gaan videobanden brengen. Die worden verkocht in foto- en filmzaken, in de betere zaken zoals ze zeggen. En ook in de boekhandel. De prijs daarvan wordt 99 gulden. En het zijn allemaal van die geweldig goede speelfilms. Deze met Sophia Loren, maar ook de Marx Brothers komen uit op die manier. En voor de eerste keer wordt er een Bergman-film uitgebracht op video. Allemaal te zien op de Virato. Een vliegende schotel, nou dat zou de eerste echte vliegende schotel zijn die ik zag. Ik kocht dit ding in Singapore. Het is bedoeld om een frisse geur in de auto te hebben, want dit ding dat stop je in de aansteker van de auto en dan krijg je een geurverstuiver in de auto. In Singapore zijn ze al heel populair. Hitachi doet niet mee aan de Virato, maar toch vond ik hier op de Virato in opbouw dit opmerkelijk apparaat. Dat je kunt gaan bekijken bij Video Totaal, het maandblad Video Totaal. Het is een videorecorder die in alle systemen ter wereld kan opnemen. Dus hij kan ook opnemen bijvoorbeeld het programma van Soesterberg. Het is een 10 multisysteem apparaat dat overigens natuurlijk alleen als prototype hier te zien is. Een stukje ruimtevaart in Wonderwereld vanaf de Virato. Ik ga even aftellen. Dat is 7, 6, ik zet hier cassettes in een apparaat, 5. 4, 3, 2 en 1. En nu bij 0 gaat het apparaat dicht. En wat ik heb gedaan is 7 verschillende geluidscassettes in dit toestel van Mitsubishi gezet. Het leuke is dat je die 7 cassettes allemaal kunt programmeren. Dus je kunt hier kiezen welke tape, welk nummer en aan welke kant dat je daarvan wilt afspelen. En of het in Dolby is opgenomen of niet. Zowel het opnemen als het afspelen van 7 verschillende cassettes aan beide kanten is volledig programmeerbaar. En er zitten ook nog andere onderdelen in, zoals een tangentiële platenspeler. Maar waarop ik wilde attenderen in Wonderen Wereld is die vergaande microelektronica die bijna een computer maakt van dit audioapparaat. Als verklaard tegenstander van de astrologie ga ik toch de huiscomputer gebruiken om er u iets over te laten zien. Ik heb hier een astrologieprogramma en hij vraagt eerst nu waar ik ben geboren. Laten we maar meteen groot aanpakken, de kaart van de wereld pakken. Hij gaat nu die wereldkaart tekenen en op die wereldkaart kan ik inderdaad gaan aangeven met de zogenaamde cursor waar ik ben geboren. Ik beweeg dat hier, ik stop maar ergens. En ik druk in dat ik daar ben geboren. Dan gaat hij vervolgens vragen in welke maand is dat geweest, op welke dag en in welk jaar. Die gegevens heb ik nu ingevoerd. Hij vraagt nog naar de tijdzone. Ik geef de lokale tijd in, 12 uur 35. En dan zegt hij nog voor of namiddag, dat is dus namiddag. En dan zegt hij nou hier een belangrijk persoon, die is dan geboren. En je kunt nu de horoscoop gaan krijgen. En nou druk ik op return. En dan ga je zien dat hier een schitterend programma in deze Atari huiscomputer zit die de horoscoop van iedereen kan gaan trekken. Het is in feite een heel gedetailleerd programma. Je kunt er verschrikkelijk veel variabelen in stoppen. Je kunt er fijne details uithalen. De huiscomputer kan nu ook de astroloog overbodig maken. Maar u weet het, wat mij betreft was die astroloog al lang overbodig. Teletext kende u ongetwijfeld al. Dat was een systeem waarbij een soort verborgen informatie wordt meegestuurd met het televisiebeeld. Maar je kunt ook het hele televisiekanaal gebruiken om informatie door te geven. En dan kun je opeens duizenden pagina's
via één kanaal doorgeven. En bovendien krijg je heel korte wachttijden. Dat heet met een Engels woord full channel teletext. En de firma ITT die ontwikkelde daar een systeem voor waarbij dit middenstuk wordt gebruikt om pagina's in te voeren. Links daarvan staan computers. Die kun je bijvoorbeeld in de kabelcentrale neerzetten bij de exploitant. Je kunt ook bladzijden doorgeven via de telefoonlijn. En het enige wat de mensen thuis hebben is dus gewoon een televisietoestel met daarop een converter. Je kunt daar van alles op doen. Bijvoorbeeld, hier staat een index op. Ik ga eens kijken bij die kabeltekst. En ik kijk nu naar bladzijde 770. En je ziet, u krijgt hier het laatste nieuws te zien van de Firato. Een recordbezoek aan de Firato. Je kunt natuurlijk ook advertenties op opnemen. Eens kijken op pagina 771. En u had het al geraden, een advertentie voor Wonderwereld. Het boek Wonderwereld van het afgelopen seizoen nu te koop voor €12,90. Een uitgave van Elsevier en de Trost. Wel, je kunt hier van alles mee doen. Restaurants gaan raadplegen. Het is een soort interactief systeem. Dus je bladert eigenlijk heel snel in een elektronisch boek. En daarom kijk ik dus wat Wonderwereld u nog meer te bieden heeft. Nu Wonderwereld in deze Firato special heb ik u net dat videospelletje laten zien. We zijn nu bezig met kabeltekst van ITT en we gaan over naar afvalwarmte. Wonderwereld neemt u weer mee in de lucht en we bevinden ons hier bij Lelystad. U ziet hier beelden van de Flevocentrale, gemaakt vanuit de lucht. Die Flevocentrale is natuurlijk in de eerste plaats bedoeld om elektriciteit op te wekken, maar hij produceert een hele hoop afvalwarmte. En de vraag is een beetje, kun je die afvalwarmte niet goed gebruiken? Wel, dat zou je op een aantal manieren kunnen doen, in het water, maar misschien ook in de grond. En we bevinden ons hier bij het proefstation voor de akkerbouw en de groenteteelt in de volle grond. En wat hebben deze wetenschapsmensen gedaan? Nou, ze hebben hier drie veldjes gemaakt, elk van 40 aren. Eén veldje is onverwarmd, het tweede veldje in het midden, dat wordt verwarmd met die afvalwarmte van die Flevocentrale tot zo'n 12 tot 25 graden. En in een derde veldje wordt de temperatuur opgevoerd tot zo'n 30 graden. Die verwarming, dat is eigenlijk zoals de centrale verwarming in een modern huis. Dat hebben ze gedaan met buizen hier in de grond. Het is dus een keurige vloerverwarming. Je zou kunnen zeggen, de planten die komen in een gespreid bedje. Nou, hoe ga je nou kijken of dat werkt? Nou, dan zet je eerst wat worteltjes op dat onverwarmde terrein, wat worteltjes op het middenterrein en wat worteltjes hier. En dit zijn drie verschillende wortels en u ziet het verschil. Als het warmer is, dan zijn het hele grote wortels en anders dan zijn ze middelgroot of klein. Nou hebben die mensen uitgezocht dat het zo'n week of twee kan schelen op een totale groeitijd van 2 maanden. Dus je hebt 2 weken eerder het product. Dat kan heel belangrijk zijn voor aardappelen. Je kunt bijvoorbeeld een product al hebben als iemand anders het nog niet heeft. Je verlengt ook de totale tijd die je in een jaar beschikbaar hebt op zo'n terrein om gewassen te gaan kweken. En die wetenschapsmensen die kijken keurig met zo'n meetstokje hoe hoog dat die gewassen zijn. Ze kijken zelfs met een kijkertje via een glazen buis onder de grond naar de wortels. En ze meten natuurlijk precies de tijd die die gewassen nodig hebben om rijp te worden. En dan gaan ze de aardappels tellen en kijken hoe groot ze zijn en zo. Ik vind eigenlijk het schitterend stukje wetenschap. Een stukje wetenschap dat Wonderwereld u zeker niet wilde onthouden. Ruud Sies uit Dordrecht is de uitvinder van een wegwerpkattenbak. In onze overige geciviliseerde maatschappij hadden we daar natuurlijk nog net gebrek aan. Maar ik denk dat er best een toekomst in zit, want anders liet ik hem ook niet zien in Wonderwereld. De bedoeling is dan inderdaad dus dat je zo'n wegwerpbak koopt. Kijk, een vriend Poes die kan er hierin. En je kunt kiezen tussen al of niet ook nog een vaste vloerbedekking erin als je het gaat kopen. Maar het moet nog in de handel worden gebracht. En ik denk dat het idee van Ruud Sies levensvatbaarheid heeft. Dus bedrijven die dit als product erbij willen nemen, misschien een nieuw bedrijfje. Ik zou zeggen, wend u zich tot het uitvindercentrum in Rotterdam. We hebben het niet bekroond met een Wonderwereld BPF bouwtrofee. Daarvoor was het eigenlijk net niet genoeg. Maar we hebben er wel om gelachen. We vonden het serieus en we presenteren het u erg graag in Wonderwereld. 2 jaar geleden op de Firato maakte André van Duin een nog steeds bekende grap over mij. Nou André, je kan je een klein beetje terugpakken op deze Firato, want nu hebben we nieuwe technieken en dus weer Wonderwereld. Hij kan goed zingen.
Nou, dat is natuurlijk prima. André is een uitstekend artiest. En wat je nu erg graag zou willen doen, is anderen ook een kans geven. Dat kan met de moderne techniek. Meneer Van Kessel die bracht dit apparaat naar Wonderwereld, de Vocal Eliminator. Je kunt André en ook ieder andere zanger met de grond gelijk maken. De ene keer lukt het wat beter als de andere. Dan haal je gewoon die stem eruit en dan krijg je zoiets. Nou, u hoorde het, de begeleiding is ongeveer compleet gebleven, maar de stem is vrijwel verdwenen. De ene keer lukt dat beter dan de andere keer. En dus gaan we een jong talent in Wonderwereld de kans geven om te laten zien dat ze ook kan zingen. Anneke, jij mag eens proberen om het in te zingen. Ik heb het bandje hierin gedaan en ik start nu en dan kun jij dit bandje inzingen. Begin daar. Als hij boven aan de hemel staat, is het net of alles beter gaat. Alles ziet er anders uit als de zon schijnt. Iedereen komt als een winterslaap, ook die mooie rode koperen knaap. Alles ziet er anders uit als de zon schijnt. Niemand is zich meer van kwaad bewust, alle lagen gaat het uitgeblust. De derde winnaar van de Wonderwereld BPF Bouwtrofee is geworden meneer Van Bentum uit Amsterdam. En dit is de uitvinding van meneer Van Bentum. Ik denk dat hij inderdaad een trofee waard is. Wat doet het namelijk? Het zijn niet zomaar oorkleppen. Nee, ze laten wel het geluid door. Alleen ze beschermen gelijk de oren. Dus als het geluid harder is, dan gaan ze dat harde geluid wat terugdringen, waardoor het allemaal op een acceptabel niveau binnenkomt en je geen oorbeschadigingen krijgt. En als je heel hard geluid hebt, dan slaat het even helemaal dicht. Ger, laten we eens proberen. Ik heb hier die daspeldmicrofoon. Ik doe hem daaromheen. Klap maar flinke danden. Dat is... Oké. Nou, dat hele harde klappen hier vlak bij de microfoon, dat haalt hij in feite er dus helemaal uit. En het geluid thuis bij u, denk ik, dat heel redelijk bleef. Nou, we zijn heel blij met die uitvinding. We feliciteren meneer Van Bentum met deze trofee. En ik denk ook dat het Sociaal Fonds Bouwnijverheid en het Bedrijfspensioenfonds voor de Bouw daar heel gelukkig mee zijn. Want juist in de bouw zou je zoiets natuurlijk kunnen toepassen. En zoals steeds zijn we dus ook op zoek naar bedrijven die serieus geïnteresseerd zijn om zo'n uitvinding dan op de markt te gaan brengen. Want dat is ook een functie van het uitvindercentrum waarmee we samen deze programma's maken. Waarmee we samen de winnaars aanwijzen. Niet alleen de uitvinder, je hebt ook nog een bedrijf nodig wat nieuw wil starten of een bestaand bedrijf wat dit er als product bij wil nemen. Een ding met een geweldige functie. Ik denk dat er exportmogelijkheden zijn, maar ik zou zeggen, begin eens in Nederland. De eerste die een werkend exemplaar heeft uit een serieproductie, zullen we graag weer melden in Wonderwereld. U rijdt nu op het Rokin. Dit is een heel bijzonder ding voor Wonderwereld. Ik laat u hier kennis maken met iets wat heel erg toekomstgericht is. Een ontwikkeling van Philips die gebaseerd is op de compact disc. Die compact disc die is dus ook nu in de auto verschenen, zoals we al hebben laten zien. Maar hier wordt die niet gebruikt om muziek te spelen, wat overigens wel kan. Je kunt hem wel gewoon gebruiken om muziek te spelen, maar je kunt hem ook gebruiken als wegenkaart en als stadsplattegrond. Eigenlijk dit idee, die hele wegenkaart van Nederland heb je opgenomen op de compact disc. Maar op één zo'n compact disc kun je niet alleen het hele beste boek van de weg hebben. Je kunt alle wegen in Nederland en alle plattegronden kun je makkelijk op één compact disc en er kan nog veel meer op. Als je het uit zou drukken in boeken, heb je een stapel van 12,5 meter boeken die je op één zo'n compact disc zou kunnen opbergen. En dan heb je in een auto drie elementen. Eerst dus dat compact disc systeem, dan een boordcomputer en dan nog een manier om je plaats te bepalen. Dat gebeurt in de toekomst met behulp van dit soort kunstmanen, de Navstar-satellieten. Die draaien dan om de aarde en met behulp van die kunstmanen kun je met een precisie van enkele meters kun je plaats bepalen. Die plaatsnavigatie wordt dan verwerkt door die computer en dan kan die computer met die informatie uit die compact disc jou gewoon naar de gewenste plaats gaan brengen.
Onderweg kan er ook informatie worden gegeven over bijvoorbeeld het feit dat je nieuwe brandstof moet tanken. Dat betekent dat die informatie door de auto wordt doorgegeven aan de computer. En die registreert het allemaal en die vertelt dan ook meteen, dat haalt hij dan weer van de compactdisk, waar de dichtstbijzijnde benzinepomp is. Of in dit geval misschien diesel die getankt moet worden. Wel, dat hele systeem zal op die manier kunnen gaan werken. Dus een heel belangwekkende ontwikkeling. En die ontwikkeling die kun je zelf volgen als je op weg bent naar een tentoonstelling. Je kunt zien dat het parkeerterrein vol is. Je kunt een restaurant ermee gaan bezoeken. Kortom, de Karin, het autonavigatiesysteem, is een systeem met een geweldige toekomst. Wonderen wereld in een bruin café. En niet alleen wonderen wereld, ook een robot. Ik laat zien dat een robot erg veel verschillende dingen kan doen. Het is in wezen een kwestie van programmeren. Hier ziet u hoe de robot in een café toch een beetje de taak van de barman overneemt. Hij gooit wat ijsklontjes in een glas. En dan moet er wat whisky bij natuurlijk. Want wie komt er nou in een café om ijsklontjes te gaan verorberen? De maat wordt genomen en dan wordt dat keurig ingeschonken. Hij wacht tot dat klaar is en als dat is ingeschonken, zet hij de fles weer terug. U had met die robot al kennis gemaakt in de vorige twee uitzendingen van Wonderwereld. Maar hier doet hij iets wat veel ingewikkelder is dan alleen het uitreiken van troskompas of een boek of iets dergelijks of een videospelletje spelen. Kijk, er komt een beetje cola bij. Nou, dat is wel genoeg. Er kan straks meer bij. En de cola die wordt ernaast gezet. Nou, in een café wil je dan de klant bedienen. Robot, ik zou zeggen, zet het dus even keurig op het dienblad. Hè. Dan kunnen wij het weg gaan pakken. Dus het flesje cola wordt opgepakt en op het dienblad neergezet. We kunnen het glas oppakken en op het dienblad neerzetten. En als we zouden willen, zouden we ook nog het dienblad op kunnen pakken. En dat naar een klant of naar mij toe brengen bijvoorbeeld. Laat ik nou eens een pilsje gaan tappen. Er wordt een leeg glas gepakt en dat wordt naar de tapkraan gebracht. En dan toch weer de vakman, de vakvrouw die eraan te pas komt met een vlotte beweging. Grote bewondering in een café. Dat kun je niet aan de robot overlaten natuurlijk. En ik denk dat de beloning inderdaad is dat ze zelf dat pilsje mag opdrinken. Ja, keurig. Prima. Bedankt. Nou, wat kunnen we nog meer doen? Je kunt iets doen in een café, hè? Bijvoorbeeld, ik zal dat glas wegzetten, kokeren, een dobbelsteentje gooien. Eerst even eerlijk wat schudden met die beker, hè? De stenen door elkaar en dan worden ze uitgeworpen. Niet gek, niet gek. 1, 2, 3, 4, nou prima. En dan, wat verwacht je dan in een café van zo'n optreden en zo'n succes? Inderdaad. De robot in het café. Nog een klein softwarebericht in Wonderwereld. Er is een serie banden uitgekomen, in totaal 12, waarin de verrichtingen van het Bomber Squadron, die een belangrijke rol hebben gespeeld in de Tweede Wereldoorlog, worden belicht. Een heel spannende serie, nu op video en ook nu op video verkrijgbaar, een verdedigingstechniekcursus. Bestemd voor vrouwen die zich willen verdedigen tegen ongewenste aanvallers, nu in de videotheek. Wonderwereld in het donker. Ik zit hier op een bankje in het park, om precies te zijn op een bankje in een bungalowpark. En dan zult u zeggen, hoe weet je dat nou dat het een bungalowpark is? Wel, als ik zo met mijn ogen naar achteren kijk, dan zie ik inderdaad eigenlijk geen bungalows. En dit is het plaatje wat de televisiecamera ziet als we gewoon naar achteren kijken. Maar ik heb natuurlijk weer een bijzonder apparaat. En dat is dit ding, dat werd ons gegeven door de firma Reinhardt Electronics uit Amsterdam. Je zou dit een nachtkijker kunnen noemen of een beeldversterker. Wat je hiermee kunt doen is, als ik zo kijk, dan zie ik dit. En dat vergelijk ik nog even met het plaatje van de tv-camera. U ziet het verschil. Met deze kijker kun je inderdaad 's nachts kijken alsof het overdag is. En er zijn natuurlijk een heleboel nuttige toepassingen voor. Denk maar eens aan een gijzelingsactie als de politie de situatie wil beoordelen. Of aan persfotografen die 's nachts opname willen maken. Die kunnen zo'n beeldversterker inbouwen in hun fototoestel. Dat komt eigenlijk bovenop het fototoestel. Ze versterken gewoon het licht ermee. Op zee worden die dingen gebruikt. In een leger worden ze natuurlijk gebruikt. En er zijn zelfs amateursterrenkundigen die nog niet tevreden zijn met de sterretjes die ze zien door de telescoop. En die firma die heeft zelfs een partij van wat goedkopere dingetjes die door die amateursterrenkundigen worden gebruikt. Zo'n ding,
En dan die professionele uitvoering is best duur. Dit is de allernieuwste versie en die kost zo'n 18.000 gulden. Maar de allergoedkoopste heb je al onder de 1000 gulden. Wondere wereld in een park. In Wondere wereld wil ik u graag eens laten zien wat het betekent om een programma op tv gecodeerd of gescrambled te hebben. Dat gebeurt vooral bij die satellietontvangst op het ogenblik. We laten ons dat demonstreren in Dordrecht. We zijn hier op bezoek bij een Amerikaans bedrijf, bij het ontwikkelingslaboratorium van het Amerikaanse bedrijf ook. Om dat programma te coderen, te scrambelen, heb je een computer nodig en je hebt daarbij een hoop elektronica nodig die dus hier is ontwikkeld. En het resultaat is dat je eigenlijk, wat je zou kunnen noemen, die puinhoop op een scherm krijgt. Dat is niet meer om naar te kijken. Als je dan toch ernaar wilt kijken, moet je een abonnement nemen en bij dat abonnement hoort dan een zogenaamde decoder. Die decoder, dat is dit kastje, het signaal komt hierdoor binnen en dan wordt het weer netjes gemaakt en je kunt er prachtig naar kijken. Die decoders hebben allemaal een eigen nummer. Dit is bijvoorbeeld nummer 12288-2 en dat betekent dat je bij de bron zo'n decoder kunt uitschakelen. Ik vraag nu hier bij ook om dat even te demonstreren, schakelt u deze abonnee nou eens uit. En dat betekent dat dan een commando wordt gegeven vanuit dat kabel, vanuit dat opstraalpunt, om deze af te sluiten, zodat hierna op dit scherm, en u ziet dat nu, een gescrambled beeld gaat verschijnen. Wel, op die manier werkt dat en je hebt dus, en dat is het bijzondere ook aan het systeem, dat je vanuit de centrale via de satelliet iemand gewoon kunt uitschakelen. En dat gaat op den duur ook voor individuele ontvangst gebeuren. Ook in Nederland kunt u vanaf eind volgend jaar echte satelliet-tv opvangen en dat kan dus op deze manier worden gecodeerd. Ik heb niet echt te klagen horen over wat ik verdien bij de TROS, maar als ze te weinig betalen zou ik op het idee kunnen komen, nooit doen, om te gaan stelen. Alleen dan wordt dat beveiligd. Er zit een mooi sleuteltje op dit doosje en ik weet dat er sieraden en zo in zitten, maar je zou natuurlijk het hele doosje mee kunnen nemen. Afgrijzelijk geluid, dat is duidelijk. Wat er natuurlijk gebeurd is, we hebben in Wondere Wereld voor u de alarmbox. Een doosje met een ingebouwde beveiliging. En die beveiliging betekent dat iedere beweging van dat doosje wordt gezien. Hier ziet u de sieraden, er zit zelfs een ongetwijfeld vervalst horloge in, schitterend. Maar het gaat ons om het alarmgedeelte. Dat zit hier. En dat alarmgedeelte dat zorgt ervoor dat als er een beweging wordt gemaakt met het doosje, dat dat geweldige geluid wordt geproduceerd. Dus als er dan een insluiper is bij u in huis, dan zult u het wel ontdekken als hij er met het doosje, met de juwelen vandoor wil gaan. Ik dacht dat zo'n stukje nieuwe techniek wel paste in dit programma. We zijn hier op de Virato op bezoek bij NOS Hobbyscope, het populaire radioprogramma van de NOS met steeds alle informatie voor bijvoorbeeld computerbezitters. De NOS heeft heel hoog gescoord met de BASIC-code. Dit is een boek wat daarvoor is uitgegeven. Een soort Esperanto voor de huiscomputer. Het beroemde probleem van de uitwisselbaarheid is in heel grote trekken opgelost door de NOS en daarvoor verwerven ze internationaal aanzien. Er is ook een cassette bij en er is een nieuwe versie van uitgekomen en dat is op de Virato verkrijgbaar, maar ook daarna nog bij de NOS. Computerbezittertjes, luister dus vooral naar dat radioprogramma. Men zoekt ook samenwerking. Ik vond ook deze cassette waarop Pascal-programma staat, samengesteld in samenwerking met de Stichting Teliac die een cursus Pascal had gemaakt. En zo zie je maar dat er met samenwerking veel te bereiken is. Helaas werken niet alle computertjes met die BASIC-code. Deze zouden dat toch ook moeten gaan doen. De COMX 35 doet het nog niet. Het is een computertje waarvan de leverancier erg groot vermeldt dat je heel veel programma's cadeau krijgt. En hij gaat die service nu wel verder uitbreiden, want op de Virato heeft hij geïntroduceerd dit kleine kastje en dat noemen ze de programmafoon. Met deze programmafoon kunnen bezitters van dat computertje iedere week via de telefoon een nieuw programma aanvragen. En bovendien kunnen ze met elkaar gaan communiceren. Ik moet er wel bij zeggen dat het nog niet PTT goedgekeurd is, maar dat is een probleem wat zij moeten oplossen. Als zij communiceren krijgen ze hetzelfde als wat Hobbyscope doet, het eeuwige gepiep in de ether. Luister maar.
De oproepsystemen worden steeds intelligenter. U kent ze wel, dit soort piepertjes die ik ook altijd bij me draag. Als er dan plotseling een uitvinding is gedaan, dan gaan we met gillende sirenes van wondere wereld erop af. Maar eigenlijk weet ik dan nog niet of er een uitvinding goed is geworden of juist onwel is geworden. Ik zou een boodschap willen zien. En met de nieuwe piepersystemen kun je inderdaad een boodschap doorgeven. Dit apparaat is net uitgebracht en we stellen het graag aan u voor. Het is nu zo geprogrammeerd dat als ik een code indruk, R0, dan gaat hij een oproep verspreiden. Dat kan naar heel veel ontvangsttoestellen gelijk. En zo dadelijk gaat hierop een pieper. En vervolgens komt dan de boodschap die overgebracht moet worden, komt hierop. Het piep is nou afgelopen en dan zegt hij, dit is het programma Wondere Wereld. En op die manier kun je natuurlijk willekeurige boodschappen gaan invoeren. Nou, iedere keer opnieuw is de microelektronica natuurlijk de boosdoener als je daarmee bezig bent. Dit is een close-up van dichtbij bekeken, het interieur van zo'n piepertje. Dit is de microelektronica die dat allemaal doet. En ik denk dat ook wat dat betreft het einde nog niet in zicht is. Ook zo'n hekel aan het schrijven in stilte. Nou, deze pen uit Taiwan kan u dan zeker van dienst zijn. In het dopje hier zit een muziekchip ingebouwd. Luister maar. Je hoeft er niet eens echt een boek mee te gaan schrijven zoals over Wondere Wereld, maar je kunt er leuke dingen mee doen. En we hebben het ook al eens gehad over dat overleven, hè? En overal vuur kunnen maken. Wel, dit is een heel aardig grapje. Dit is een sigarettenaansteker op zonne-energie. Het werkt dus echt zo met het samenbundelen van de zonnestralen. En hier in dat spiraaltje doe je een sigaret. En ga maar proberen bij mooi weer buiten. Het gaat echt, je kunt zo de sigaret aanmaken. Het zijn gekke grapje voor Wondere Wereld. Wat serieuzer is dit, een computercassette. De tape die heeft wat meer te verduren. Hij stelt eigenlijk hogere eisen als je die cassettes gebruikt voor de computers. En natuurlijk spelen de fabrikanten daarop in. En zo bracht Agfa die PC15, de computercassette, op de markt. Eerder kwamen al bijvoorbeeld Philips met de datarecorders, de cassetterecorders, speciaal ontwikkeld voor gebruik samen met huiscomputers. Dit was de laatste Wondere Wereld op zondagmiddag. Vanaf nu verhuizen we naar de vrijdagavond om 8 uur. De volgende uitzending van Wondere Wereld is vrijdag 12 oktober om 8 uur. Graag tot dan.